Café de Kessel in Aalst. Hier kwam de zogenoemde reus af en toe een pintje drinken in het gezelschap van zijn Duitse herdershond. Een onopvallende figuur, zo blijkt. Dat was een stil, een rustige, vond ik. Maar dat was een magere kerel, hè. Ze spraken altijd van de reus van de bende, maar dat is een lange slinger. Echt, we zijn verschoten als men dan lazen dat hij dat zou kunnen zijn. Of dat nou zo verklaarde, ben dat weten. Maar we zijn er nog altijd niet echt van overtuigd. Alhoewel dat kweek zeg, als ik de foto zie. Tja, ja, het trekt er toch wel enorm goed op. Hè. Ook de vroegere buurman kan het nieuws niet vatten. Dat was nou weer gast. Dat was nou weer gast, ja. Echt hoor. Ja. Ik kan het. Kan niet. Als het zo is, hè, zal hij meeloeperen bij hem, maar anders.